Nou, ik ben dus bij Annemarie nu. Hi, Annemarie. Hi. Nou, Annemarie is echt super creatief. Ik ben Annemarie Sebrandi. En die ook veel mensen aanspreekt. Die hou je dan, die bewaar je dan. Ja, ja. Want je... Hi allemaal, hier is Karin weer. Ik ga vandaag iets heel anders doen. Ik ga namelijk op bezoek bij iemand die ook super creatief is, namelijk Annemarie. Zij is super goed met mozaïek maken, met kleuren werken, driedimensionaal werken. En ik ga bij haar op bezoek in haar atelier. Kom maar mee. Nou, ik ben dus bij Annemarie nu. Hi, Annemarie. Hi. Hallo allemaal. Hi. Nou, Annemarie is echt super creatief. Die is... Vertel zelf eens even. Het is makkelijker dat jij het vertelt. Ik ben Annemarie Sebrandi. En ik vind het zelf heel erg leuk om vanuit kringloopspulletjes of juist recyclen te mozaïeken. En naast het mozaïeken verzin ik nog steeds van alles om mezelf uit te dagen. En te kijken, wat kan je met het materiaal? Wat leuk. Ja. Ja. Nou, ze verzint echt heel creatieve, leuke oplossingen. Of hoe je voorwerpen op een andere manier kan gebruiken. Of leuk kan maken. Dus ik laat je een paar voorbeelden zien uit haar atelier. Dit is haar creatieve... je rijk, zeggen we maar. Het spat er vanaf. Het heerlijke van zo'n ruimte is, je kan alles laten staan en je kan lekker verzamelen. En soms is dat echt wel prettig als je gewoon je spullen kan verzamelen. Dan kan je ze over een paar jaar misschien wel gebruiken. Dus die tennisbal, die geef ik eerst een laagje lijm. Mm-hmm. En dan ga ik erop plakken. Dus het is gewoon nu nog in proces. Kijk, ja. Ik ben van een soort gezichtjes. Oh, ja, heel fantasievol. Want dat je van allerlei kanten het gezichtje ziet. En het lijmt ook een beetje moeilijk. Dus dan stop ik bij de bovenkant om het later af te maken. En als die volbeplakt is, dan zie je deze bijvoorbeeld dat die helemaal gevoegd is. Dan is het helemaal af. Leuk. En dat noem ik de serie Muppets. En die kan je dan gewoon zetten in, hoe heet het ook alweer, in een plantenbak bij je voordeur of zo. Als een welkomstmuppet. Grappig die neus in. Ja, echt origineel bedacht. En ook wel slim. Eigenlijk is zo'n tennisbal heel licht, maar deze zijn dan wel heel zwaar. Ja. Ja. Als ze beplakt zijn. Ja. Ja. Of het helemaal winterproof is voor buiten, dat durf ik niet te zeggen. Weet je, ik hou dan gewoon van grapjes en ik vind dit leuk. Ja, en dat zie je dan wel. Als het een jaar goed is, dan is dat wat mij betreft goed genoeg. Ja, ja, daar ben ik het helemaal met Annemarie eens. Dat het niet altijd voor de eeuwigheid gemaakt hoeft te zijn. Ja, goed. Oh, die is ook erg leuk. Ja, hier heb ik allemaal spulletjes, herinneringen. Zowel schelpen van de vakantieperiode... Als kleine elementjes van sieraden, maar ook een gek knuffelbeertje. En van een keer de mist had ik gekkige en leuke dingen. Voor mij een windgang met herinneringen noem ik dit. Ja. Is dit voor een grappige toren? Ja, of wordt het ook een lamp? Nee, het was ik was met een projectje bezig. Daar had ik een schilderij van iemand van de Hartenkampgroep. De kunstenaars waren uitgenodigd om daar... een compositie bij te maken. Dus ben ik in de totempalen gegaan. En dit is één. Vertel eens even wat je idee hierover is. Nou, dit bovenstukje kan helemaal los. Mm-hmm. Zodat als hier de gaten doorheen zijn. Mm-hmm. Dan zou je kunnen kijken dat deze stapeling door dit pootje gaat. En dan een biertje erop. En dan kijken of je een heel... een eenvoudig lampenkapje erbij zoekt, zodat je uniekheid van de poot van de lamp echt tot zijn recht komt. Ja. Ik noem wel even de rust van deze. Ja, die is prachtig. En die is geïnspireerd. Dus wat er was, ik had eerst een vaas van Delft Blauw. Binnen hier even drie zin neemt ze een hele mooie winkel geopend. Mm-hmm. En die zei, ja, maar blauw tinten is helemaal niet de mode. Dat is groentinten en dat is de kerstkleur. Dus nou, dan wil ik er wel één maken. Gewoon om te kijken hoe dat gaat. Ja. En, dus dat is wel grappig, want dat is ook uit mijn comfortzone. Ja, nee, dus dat snap ik wel. Blauw is... En dan merk ik al, voor mij ontstaat dan alweer het volgende projectje, een vaas.
met de komende kerstperiode. Ja. Zeker. Even dit soort elementjes. Dus die, hier zou je dan ook zo een baas mee kunnen mozaïeken mee? Of hoe noem je dat dan? Ja, mozaïek. Mozaïeken mee, ja. Leuk. Ja, ik denk dat goud met wit of crème is een hele mooie kleurcombinatie die ook veel mensen aanspreekt. Iets minder... Dat groen is heel... Dat moet echt de smaak zijn. Het grijs is ook iets neutraler. Ja, maar je merkt wel dat de groentint uit de natuur, dat die bij die bloemenwinkel heel erg in is. Ja. Dus die zeggen juist, dit gaat lopen. Ja. Dit is ook echt, dat gaat heel mooi worden, ja. Ja. Dus jij verzamelt, je houdt alle restscherven die je ergens over hebt, die hou je dan, die bewaar je dan. Ja, ja, want je weet maar nooit wat het volgende keer kan worden. Heel herkenbaar, ja, echt heel herkenbaar, ja. Ja. Nou, ik heb de opdracht om laar op te trekken en iets te verzinnen erbij. Dan ga ik het natuurlijk meteen doen. Oké, één momentje. Kijk. Maar gewoon eens heerlijk zo'n verzameling. Verschillende soorten suffies. Dit spreekt me al aan, die kleuren. Donkerrood. Dat was mijn moeder. Mijn familie die had vroeger een porseleinwinkel. Wauw. Echt een hele... Het is ook geroemd dat je er gek van bent. Ik ben er niet per se gek op, maar het is een soort vanzelfsprekend. Hè? Oh, prachtig. En ik zie ook echt... Kijk, dit is een heel dun porselein. Ja. Dus dit is echt een iets anders dan deze, die heel dik aardewerk is. Ja. Dus ja. Ik weet wel de verschillen. Dat, en ook dat... Maar ik weet er niet zoveel van, maar het is dicht gegaan op een gegeven moment. Dat is ook een schattig boekje. Kijk, ik kijk altijd naar, als ik dingen zoek of maak, kijk ik altijd naar wat voor vorm heeft het. Ja. En niet naar het materiaal. En kan ik iets met die vorm? Kan ik die vorm... Dus ik kijk ook niet zozeer naar wat is het. Is het een vaas of een lamp of whatever. Ja. Maar de vorm. En kan ik iets met die vorm? Ja. Zodat het andere kleur, ander materiaal krijgt. Ja, dat een ik andere door bedoeling. Kan gaan. Ja, ja, dat je een eigen bedoeling kan toevoegen. Ja, maar ik ga zelden iets kapot maken en er weer iets nieuws van maken. Dat doe ik minder vaak. En dat is wel, vind ik wel interessant. Ik hou wel van deze kleuren hier. Wel leuk. Ja, een beetje natuurkleur. Gaat om deze. Ja, dus voordat je gaat knippen, heel even jezelf de vraag te stellen. Is het wel wijs als ik ga knippen? Want je bent ook zo kwijt wat je leuk vond eraan. Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik vind de vorm leuk. De ronding niet, ben ik niet gehecht aan. Maar ik vind die vorm leuk. En het idee dat je hier dan bij wijze van iets anders erin kan doen. Dat je dit bolletje erin hebt. Ja, of hierin. Hè? En ik ben altijd, dat is mijn ding. Ik ben altijd van de eenvoud eigenlijk. Voor mij is bijvoorbeeld deze veel te heftig tegelijk. Maar dat is mijn gewoon persoonlijke smaak. Maar dit vind ik dan leuk. Bij wijze van alleen maar met die twee kleuren. Geweldig. Ja. En dat is wel een hele krachtige keus. Waarom? Dan laat je de spannendheid van die heel goed naar boven komen. Door met een donkere kleur contrast te maken. Ja. Ja. Meeneemt. Ja. Maar je gaat nu heel erg die kant op. Oh, dat moet meer zo. Ja, want het verlengde van die tang, dat is wat hij hoort te doen. Zie je? Oh, oké. Dat hij het gaat ook meteen... uitkomt. Oké, dat is dus wat hij doet. Hij gaat meteen de hele... Ja. Ja, ik kan natuurlijk niet kleine stukjes maken zoals met een schaar, maar hij breekt het bij wijze van hij breekt rechtdoor. Dus als ik dat hier doe, dan gaat hij hier... Ja, dat is een beetje wat je hoopt, dat hij dat pad gaat nemen. Dat hij dat gaat doen. En dan moet je in die verlengde van die tang die lijn doortrekken. En hij gaat waarschijnlijk langs die verschillende bubbels van... Dat is dunner. Ja. Laten we even kijken wat hij doet. Oké. Okay. Ja. Nou, doet het ook heel recht. Dus je kan dan weer verfijnen. Dan ga je gewoon weer eens...
ondertussen ben ik weer thuis. Die middag die vloog voorbij, echt super snel. En ik ga hier het mozaïekwerkje wat ik hier heb afmaken. Ik heb hier voeg gemengd met water en ik ga dat vullen in het mozaïekstukje, zodat het af is. Hij is gevoegd, mijn klein werkje hier. Je ziet, alle gaten zijn gevuld en ik heb hem enigszins weer schoongemaakt met een spons. Dat moest van Annemarie. En nu moet ik hem laten drogen en dan kunnen we nog de laatste dingen mee doen. Ik vind het wel heel grappig geworden. Want ik heb nog nooit gemozaïekt en ik heb er eigenlijk ook geen voorstelling bij gehad. Dus dit is echt een leuke kersttaartje geworden, zo te zeggen. Leuk dat je gekeken hebt en dat je deze nieuwe soort van video gekeken hebt. Het is meer een soort vlogstijl geweest. Ik ben benieuwd of je dit leuk vindt. Of je andere kunstenaars en creatieve mensen wil zien met wie ik een filmpje maak. Laat het me weten in een bericht. Vergeet niet een like te geven als je het leuk vond. En natuurlijk een abonnementje te nemen. Heb een fijne dag nog. Bye bye!